Hey, y'all. Vandaag heb ik een shoplog. Ja, laten we gewoon beginnen. Ik heb hiervoor gezegd dus dat ik geen video's meer, minder zou uploaden. Maar ik heb een nieuwe mobiel en de batterij is veel beter. De camera kwaliteit is ook ietsjes beter, als jullie dat kunnen zien. Ik weet het niet. En het geluid is ook stukken beter. Ik film wel met, zeg maar, mijn selfie-camera. Omdat ik was gek geworden met de achtercamera. Is misschien wel beter. Alleen het duurt lang om het te installeren en goed te zetten. Dus ik ga gewoon laten zien wat ik heb gekocht. Ik ben naar een paar winkels geweest. Ik heb niet super veel gekocht. Maar ja, ik dacht het is wel leuk. Want jullie vinden dat ook leuk om het te laten zien. You make me feel like I'm locked out of heaven. For too long. For too long. Oh, 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 oh. Laten we gewoon beginnen bij de eerste winkel waar ik was geweest. En dat is de H&M. Oké, ten eerste heb ik dit gekocht. En dit is like een zilver handtasje ding. En ik heb hem al in het zwart. Maar deze was ook in het zwart. Alleen, en hij was maar 5 euro. Ik dacht, oh mijn god, laten we gewoon even wild gaan. En laten we gewoon even zilver doen. Dus ja, dat. En dat is heel handig voor in Thailand om like, je shit te bewaren. Dan... zag ik like een witte broek. Een witte korte broek. En toen dacht ik, ik heb een korte denimbroek. Ik heb een korte zwarte broek. Maar ik heb geen witte korte broek. Dus ik dacht, maar oké. Okay. Je ziet de helft van mijn bil hierin. Maar weet je, het is gewoon zo moeilijk om een broekje te vinden waar het niet zo is. Dus ja, don't judge me. Het is zomer, het mag. Gewoon spots blijven doen. Dan heb ik dit dingetje. Oh, die broek was 12 euro. Dan heb ik dit. En dit is een rood topje. En er staat, ik weet echt niet waarop staat, not your baby. Oké, ik ben niet je baby. En deze was heel goedkoop, 3 euro. En ik dacht like, oh mijn god, ik wil eigenlijk best wel rode kleding. Dus zag ik dit. En toen dacht ik, oh, maar dit is ook wel cute. En dit is een grijs dingy. Het is allemaal basic shit voor de zomer, dat zei ik toch? En het is ook niet speciaal of zo, maar ik wil het toch laten zien. En eigenlijk is dit al de helft van de shop nog. En deze was 4 euro. Dus ja, dat was wat ik heb gekocht in de H&M. Toen ging ik naar de Bershka. En dat was eigenlijk de bedoeling, dat is waarom ik naar de stad ging. Alleen in de Bershka hadden ze like, een hele nieuwe collectie met allemaal bloemen. En ik vond het zo even leuk. Alleen het was like, 90 euro voor een... Even een mooie jas die ik wilde. Maar dat ga ik dus niet uitgeven. Want. maar ja, ik zag dus wel nog kleine korting dingetjes. En toen dacht ik, ai, maar dat is wel in mijn woordenboek. Dat is niet goed in het Nederlands. Maar oké, toen ging ik wel bij de korting kijken. Want waarom zou ik geld uitgeven? En toen zag ik dit ding. En toen dacht ik, oh mijn god, ze hebben de crop top. En I really like crop tops. Because... ja, dus toen had ik deze gepakt. En toen dacht ik yes. En er staat my own boss. And that's so true. Because I am my own boss. And nobody can say what I can wear. En deze was 4,50 euro. Maar was 30% korting daarop. Dus het was 3,10 euro. Dat is legit. Niks. Legit. Dat is legit wat ik voor een frambozen mix in de Lidl koop. Oh ja, er komen nog gezonde healthy video's aan. Toen zag ik dit bij de kassa. Deze was ook korting. En ik vond deze super leuk. En deze was 3 euro. Maar toen ging ik naar de Zara. En toen zag ik dit. En dit is lekker een cropped sweater. Maar het is geen sweater. Maar het is heel zwaar. En deze mouwen zijn zo uitlopend en groot. En het ziet er misschien raar uit. Maar het was best wel leuk. Dus ik dacht, ja. En deze was 8 euro. Maar dat was het enige wat ik had gekocht in de Zara. En toen... ging ik naar de Foot Locker. En er was daar ook korting natuurlijk. Want ja, ik koop alleen met korting dingen. Want geld uitgeven aan kleding. Want I like the smell of new shoes. Oh, laten we beginnen met het minst exciting. Dus dit was 20 euro. En dit is een schoenzool. Dit is handig voor verschillende soorten schoenen. Je kan je schoenzool eruit halen. Dit is goed voor je knieën, voor je enkels en voor je rug. Ja, deze mag ik maar doorpraten. En toen dacht ik, oké, neem maar mee. Heb al Puma's? Heb ik het al verklapt. Maar die zijn lekker laag en lijkt bruin. Die zijn ook super leuk. Maar dit was een schoen die ik heel lang mooi vond. En hij was like 60 euro opeens vandaag. En dit zijn deze schoenen. Deze schoenen zijn super mooi.
Super mooie schoenen. Dus ja. Deze waren 60 euro. Dus ja, dit was alweer de shop nog. Hij was niet zo groot zoals ik al had verteld. Maar hopelijk vonden jullie deze video toch leuk. Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. En waarschijnlijk wordt dat een impact video voor Thailand. Dus ja, doei!